Deze beschouwing die pakt de draad weer op bij de wereld, haar oorlogen en de waarheid. En de aanleiding voor deze beschouwing is een interview wat ik zag met Jordan Peterson, meerdere interviews en ook een lezing die hij gaf. Jordan Peterson, ik weet niet of je hem kent. Jordan Peterson is een professor psychologie of psychiatrie, maar in ieder geval dat psychotoestand aan de Universiteit van Toronto. En Toronto dat ligt in Canada. Hij heeft een boekje geschreven en dat heet uh, 12 levensregels. 12 rules, in het Engels natuurlijk. Hè? 12 rules for life. Als je Jordan Peterson, en Jordan, uh, gewoon Jordan, en dan Peterson. Maar dan Engels, Peter son. Ik vind hem zo. Jordan B. Van de B van Bernard. Jordan B. Peterson. Ja, je vindt hem zo. En dan 12 rules for life. 12 regels, rules voor het leven. Daar had hij geschreven. En hij werd in één klap wereldberoemd. Omdat hij zich uitgelaten had in een neerbuigende toon. Over de... Ik krijg hier een sms je een sms'je binnen van Linda. Maar ik ken helemaal geen Linda. <laughs> een veel spamtoestand. Uh, hij had uh, Jordan Peterson ...die had zich uh, ja, afkeurend uitgelaten over het feit dat mensen die zeggen dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn. Ja, en hij zegt dat die mensen last hebben van lichamelijke ontevredenheid. Ze zijn ontevreden over hun lichaam. Dus het is een geestelijke toestand. Hij benadert het geestelijk. Mag ik aannemen? En hij ziet dus niet uh, in dat als iemand zegt dat uh, zijn lichaam niet goed is. Dat je dan per definitie per onmiddellijk messen moet gaan pakken en een operatie moet gaan inplannen. En dat allemaal mensen erbij moeten gaan komen. En dat we dat lichaam dan gaan verbeteren. Dusdanig dat die persoon denkt van ja, dit is het lichaam wat ik wilde. Dus, uh... Maar goed, en dan zijn er dus die mensen die zijn dan heel ontevreden over hun lichaam. Want het, er zit een penis aan en ze hebben geen borsten en ze kunnen geen kinderen krijgen. En... En dan willen ze dat de omgeving hen gaat aanspreken met een ander persoonlijk voornaamwoord. Dus niet langer met hij, maar met zij. En hij zegt: dat is uh, belachelijk. Dat mag je van je omgeving helemaal niet vragen. Als je dat wel doet, dan ben je aan het aandachtstrekken. En dat is op zich al vervelend. En als je dan ook nog een keer gaat lopen zwaaien met het feit dat je anders een advocaat op iemand af gaat sturen. en dat je het dus gaat afdwingen. Hij zegt dat is regelrechte onderdrukking en terreur. En zover gaat het. Ik, ik zag een. Ik heb die jongen niet, verder niet uitgekeken, maar ik ben de laatste tijd weer veel aan het studeren in mijn programmeertaal, C++. Heel interessant. Zou ik ook een hele beschouwing over kunnen houden. Over? Dat doe ik misschien nog wel een keer. Maar anyway... Ik had er weer een gevonden van een of andere Jokerts. En die gaat op een podium staan met een microfoon en een laptop. En die gaat een mooi verhaal houden over C. En ik was er helemaal klaar voor. En toen begon die man met de opmerking dat hij een terechtwijzing had gekregen van een collega. die ook wel eens een lezing gaf. En die persoon, dat was een vrouw. En die had gezegd. Ik begin altijd elke lezing met mezelf voor te stellen en dan te zeggen met welk persoonlijk voornaamwoord ik aangesproken wil worden. En dat zou hij dus ook maar moeten gaan doen. En hij zei: Nou, en dat neem ik dan bij deze graag over. Uh, mijn naam is hernam van Herman van de Buitenbrink. Dat was Engelsman of zo, ik weet niet hoe die heette. Mijn naam is Herman van de Buitenbrink. En. Uh, uh, ik wil aangesproken worden met hij en hem. En het onderwerp van deze lezing is asynchrone locking in multithreading situaties. Dan denk ik ja, uh, ah, ik wil best wel wat weten van asynchrone locking in multithreading situaties, dat is mijn punt niet. Maar niet van zo'n ja, niet met zo'n intro. Wat maakt mij dan nou uit hoe die vent aangesproken wil worden? Als er iemand dan zegt van, nou, ja, het is eigenlijk zo, hè. Dus, eh, ik, ik zag dus iemand en die zei van, ja, ik, ik zeg dan altijd... Eh, op welke manier ik het liefste dan eh, seks heb. Of dat met bananen is, als dat ook, zeg ik dat ook, hoor. Nou, ik ben eh, Gerard van de Joris en ik doe het graag met bananen. Dan zou ik ook denken, oké, okay, volgende, oei. Kijk, dat heeft namelijk geen donder mee te maken. Asynchrone lokking in multithreading situaties. Ik verzend dit even maar gewoon als leuke term. Hè. Maar dat staat helemaal los van het hele gedoe met sekses. Dat heeft niks te maken met mannetje, vrouwtje, piemeltje, kutje. Dat heeft te maken met asynchrone lokking in multithreading situaties. En ik wil weten, hoe lossen andere mensen dat nou op? Want ik ken die problemen. En daar wil ik, daarom zit ik te kijken naar zo iemand. En ik heb helemaal niks te maken met zijn genderidentiteit. Maar maakt mij het uit dat hij heteroseksueel was? Uitermaat irritant vind ik dat. En Jordan Peterson ook. Nou, dat schept een band. En dan heb je het ook gelijk gehad met de band tussen mij en Jordan Peterson. By the way. Want Jordan Peterson is een atheïst. En ja, de... ik moet elke keer als ik mij probeer voor te stellen wat ik zou moeten zeggen tegen een atheist, moet ik me eerst even uh, ontladen en neutraliseren en een beetje aarde, want anders ga ik termen gebruiken en die zijn ronduit beledigend. Uh, dit, wat ik nu al zeg, is al op de grens. En ik zeg het je echt, als ik me nu laat gaan. Je hebt zo'n zo hele leuke scène van Hans Theeuwen uit de tijd dat ik Hans Theeuwen nog leuk vond. Uh, dan zegt hij zo tegen het publiek: heeft hij zo'n heel zoet gevoel stemmetje. En dan, is dan, dan zegt hij: Ja, er zijn mensen en die vragen wel eens aan mij: Hans, wat vind je nou van vrouwen? En dan denk ik uh, altijd goed na voordat ik een antwoord geef. En ik heb er nu ook heel goed over nagedacht. En alles in oogenschouw nemende, na al die jaren omgang met vrouwen, is mijn antwoord. En dan schakelt hij om. Dat, dat kan Hans even heel goed. Hè? En dan wordt hij in één de waanzinnige Brabo. En dan gaat hij me toch de keer, jongen. En dan maakt hij vrouwen uit voor alles. Wat maar vies, vuil, foos en slecht is. Nou, iedereen vindt dat leuk om naar te kijken. Ik denk, ja, dat is Hans Thewe, die zeikt vrouwen af. Nou, zo kan ik ook de keer gaan over atheïsten. Echt. Ik, misschien dat ik het er nog een keer moet doen. En dat ik er dan een theaterstukje van maak of zo. Met, uh, weet ik veel, uh, reclame voor de atheïsten-psychologische hulplijn aan de afloop. Dat, dat ik uh, zeg, deze uitzending werd gesponsord door de hulplijn voor atheïsten die beledigd zijn. Bel nu gratis, 0900. En dat is dan mijn nummer natuurlijk. Hallo mijn Perry. <laughs> nee. Nee, maar wees nou eerlijk. Wees nou eens eerlijk. Kijk nou eens echt. Kijk eens naar jezelf. Kijk eens in je omgeving. Kijk eens naar de woning waarin jij nu zit. Jij zit nu te luisteren naar mij of niet? Nou, kijk nou eens in de rond in je kamer. Wat zie je allemaal? Waarschijnlijk als jij een beschrijving zou moeten geven van wat je allemaal ziet, dat je morgenochtend vroeg nog steeds aan het schrijven bent. Dat je volgende week nog aan het schrijven bent van alles wat je ziet. Als ik even mag beginnen. Ik heb hier een, een SM58 microfoon. Die heb ik gekregen van een goede vriend van mij, jaren geleden. geleden voor ja, eigenlijk bewezen diensten. Ik heb hem veel geholpen met zijn PA-bedrijf. En ik had een microfoon nodig om in te zingen. En hij had er dus eentje liggen. Dat was een SM58. En You Believe Me, een, ding dat, een SM58. Dat kost nu op de tweedehandsmarkt nog meer dan 100 euro. Die dingen zijn niet kapot te krijgen. En diegene die ik gekregen heb, die is een keer gevallen. En er zit een deukje in de bol. That's it. Voor de rest is het nog helemaal goed. Ja, uh, verf is er totaal vanaf. Ja, dit, en dan heb ik om die SM58 heb ik een, uh, een soort plopfilter gemaakt... Van een oude sok van mij. En dat zijn van die lekkere, dikke sokken. Die ken je vast wel. Dus niet, die dunne sokjes, daar hou ik niet van. Dat vind ik zo. Uh, ja, bijna veel een raar woord zeggen, maar uh, ja, van, van sodomieten. Sodomieten sokjes. Dat heb ik niet. Ik heb altijd van die lekkere, dikke sokken. En daar was dus een sok, zat een gat in. En de, de, wat ik erover van had, dat heb ik dan netjes uitgeknipt. En ik heb dus een vuilnisbakzak, uh, heb ik ooit uh, gewoon met de hand dichtgeknoopt. Dus dan heb je zo'n vuilnisbak sluitings, uh, dingetje, heb je dan over. Had ik het ook om gedaan. En dat heb ik dan gebruikt om dat stuk oude sok met die lekkere dikke, wat is het, badstofmateriaal. Dat zit om de kop van die SM850. En daaromheen zit zo'n vuilnisbakzakringetje, lekker. Ja. Kortom, ik ben nog alleen maar bij die microfoon. Ja. Ik kan ook nog een heel verhaal houden over die kabel. En dat ding staat in een microfoonstandaard. Ja? En die microfoonstandaard, daar kan ik een heel verhaal over houden, want ik weet nog precies wanneer ik die gekocht heb. En wat die allemaal niet heeft meegemaakt met mij. En ik met die microfoonstandaard. En aan de andere kant hangt een contragewicht. Want die microfoonstandaard is al uh, oud der dagen. Dus die... En een SM58, ja, dat weegt wel iets natuurlijk. Dus als ja, is een gras met door. Hoor. Ik kan echt nog wel even doorgaan hoor. En dan ben ik dus alleen maar, voordat ik bij mijn computer ben, waarin dit wordt opgenomen, zijn we al een kwartier verder. En dan ben ik nog maar bij mijn computer. Nou, you believe me dat als ik begin over mijn computer. Ik als computerprogrammeur, ik kan daar een verhaal over vertellen, jongen. En dan ga ik natuurlijk gelijk beginnen bij mijn allereerste computer. In 1978. Van 8 bits. Met een Zilog processor erin. De ZX80 heette dat dingetje. Waar ik nog die uh, zuipapplicatie op gemaakt heb. Jazeker. We hadden namelijk een geweldige apart leuk probleem. Wij wilden namelijk gaan zuipen met z'n allen. En uh, we hadden allemaal wat bij elkaar gelegd. En dat was precies genoeg om één vat bier te kunnen betalen. En daar was het geld op. De huur van het zaaltje was gratis, dat hadden we zo geregeld. Maar er moest wel het geld voor een vat bier op tafel komen. En dat bier uit dat vat, dat zou dan gratis zijn. Dat was de bedoeling. En de bedoeling was dat we aan het eind van de avond nog steeds gratis bier zouden kunnen drinken. Dus wat we niet wilden, was dat uh, iedereen bij binnenkomst zegt: van nou, Doe mij mijn gratis bier, doe mij mijn gratis bier. En na twee uur is dat vat leeg. En dan, uh, dan is het feest voorbij. Dat wilden we ook niet. Dus er moest wel betaald worden voor het bier. En de software moest dan in de gaten houden dat het budget voor het feest, dus dat vat bier, aan het einde van de avond precies op was. Dus uh, eindtijd ingesteld van vier uur s'nachts of zo. Ja, dat was mijn eerste, noem het maar, commerciële programmeeravontuur. Zie, dit is wat ik dan even vertel. Maar zo kan jij ook vertellen over wat jij ziet in jouw kamer. Toch? En dan heb je ook nog een keuken en een douche. En wat heb je allemaal staan in je douche? In mijn douche. Uh, ja, daar ga ik weer. In mijn douche. Diep, 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 het stelt allemaal niks voor. Maar het zijn allemaal hele treffende, echte dingen. Ook in jouw leven. Heb jij een woning in je. Nou, sorry, heb jij een woning in je woning? Heb jij een plant in je woning? Woont er een plant in je huis? Verblijft er een plant in je huis? Wat voor een plant dan? Hoe kom je aan die plant? Waarom heb je die plant en geen andere plant? En dan kan je zeggen, ja maar Peri, wat, 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 nou wat wil je nou naartoe? Nou, ik probeer jou te laten nadenken over alles wat jij om je heen ziet op dit moment dat je naar deze beschouwing luistert. Nou, misschien zit je niet thuis, misschien zit je in de trein, maar dan eh, maar in de trein kan je net precies hetzelfde gaan doen. En waar ik naartoe wil, is dat alles wat jij ziet, inclusief het feit dat jij dat ziet. Want hoezo kan jij zien? Maar er is dus iemand en die kan dingen zien. Dat ben jij. Je kan luisteren, want je luistert naar mijn stem. En jij ziet die dingen. Dus je hebt dat waarnemend vermogen. En dat werkt ook momenteel. Dat, dat alleen nog maar. Pakken we dat, hè? Dat dat is. is niet. toevallig. Ik laat even een pauze vallen. Dat heb jij te accepteren. Jij hebt te accepteren dat het feit dat jij kan waarnemen, dat je naar mij kan luisteren, wat een vorm is van waarnemen, dat jij kan zien, dat je al die dingen kan zien, het feit dat ik tegen jou spreek, het feit dat die dingen er zijn om naar te kijken. En ik er ben om tegen jou te spreken. Dat hele geheel waarin jij zit. En dat noem jij ongetwijfeld jouw leven. En dat is correct, want dat is jouw leven. En jouw leven is niet toevallig. Dat is geen samenloop van omstandigheden. Van, oh, oh, ik ben er. Ja, nee, dat is ook toevallig. Ja, ja. Uh, ja, waar ik vandaan kom, ja, dus, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik, uh, oh, ik ben er. Oh, er zijn andere dingen. Oh, wat een toeval. Nee. Ik kan daar bijna dan helemaal emotioneel bij worden. Dat mensen die denken dat het wel zo is, zoals Jordan Peterson. Want het leven is toevallig. En men dient te werken aan uh, ellendevermijding. Vandaar zijn twaalf regels tot leven. Ik heb ze nog niet eens bestudeerd, maar ik weet nu al. Het thema van die twaalf regels is. Vermijd ellende. Dat is ook het enige wat je nog overblijft. als je denkt dat het leven niets meer is dan toeval. En het leven is. Niet toevallig. Dat kan niet. Hey, als je met een dobbelsteen gooit, en, dan kan je uh, ja, dan ga je dus uh, drie keer achter elkaar een zes gooien. Hey, dat heet een jatzee. Ik heb een jazchee. Dat kan. Maar als je met een dobbelsteen gooit, dan kan je niet een bloemkool gooien. Ik versprak me niet, je hoorde me goed. Als je met een dobbelsteen gooit, dan kan je een 1 krijgen, en dan kan je een 1, 2, 3, 4, 5, 6 krijgen. Dat is ook heel bijzonder. Ik gooi eerst een 1, dan gooi ik een 2, dan gooi ik een 3, dan gooi ik een 4, dan gooi ik een 5, toen gooi ik een 6. Nou, dat is wel heel toevallig, ja. Maar je gooit geen krokodil. Want dat is niet toevallig. Je, je kan niet zeggen, uh, uh, dat iemand zegt, maar, nou, uh, uh, hoe kom jij aan dat geld op je bankrekening? Dat je zegt, nou ja, ik gooi er met een dobbelsteen en toen hop, was er wel, wel geld op mijn bankrekening. Dat is gewoon toevallig. Dat is een dobbelsteen, ik heb een dobbelsteen gegooid. Uh. Oh, je bedoelt met gokken? Nee, ik, uh, ik was gewoon in mijn eentje uh, en ik vond toevallig als een het opruimen en er lag een dobbelsteen. En ik denk, hey, dobbelsteen, even kijken of hij nog gooit. En ik, uh, nou, deze uh, ben de gegooid en ik hem. En toen, nee, hey, er stond er een miljoen op mijn bankrekening. Nee, natuurlijk niet. En nou, zo kan het leven ook niet toevallig zijn. En. Er ja, zijn. Ik, ik, ik zal er eentje noemen. Um, ik heb dan. Uh, ...die periode gehad. Ik, ik heb dat huwelijk gehad... Uh, ...met zo'n vrouw die de, de, de hele boel besodemieterde. Echt het ongelofelijke, ...in de categorie van Hans Thewe... ...passende... ...of onze dichter des vaderlands... ...die reetridder, wat weet je ook alweer... ...Gerard van het Reven. Een ongelooflijk treffend exemplaar... ...van de onwelriekende gleufbrigade. En nee, we bedoelen we niet die gleuf... ...aan de achterkant... ...maar die gleuf aan de voorkant natuurlijk... Of moet je tegenwoordig zeggen, de onwelriekende muts? Eh, dus is Hans Steven. Eh, even de Hans Steven in mij. Nou, dat heb je dan achter de rug, denk je dan. Maar dan heb je een kind aan overgehouden? En dan heb je dan blablabla. Bla bla bla. En. Nou, mijn kind, die. Die kan er niks aan doen. Dus ik neem mijn kind ook helemaal niks kwalijk. En ik had het er wel moeilijk mee dat, ja, dat toen ze in de puberteit kwam, dat ik niet mijn volledig noodzakelijke, natuurlijke vaderrol mocht uitoefenen, maar dat mij de zeggenschap werd ontnomen. En Madame vond het eigenlijk nog wel leuk ook. Van als het niet mag van papa, nou dan vraag ik het wel een van, aan een van de nieuwe minnaars van mama, want dan regelt die het wel. Dan denk denk, wel, nou, dus zo zijn we niet getrouwd. Als ik zeg, zijnde jouw vader, dat iets niet een goed idee is, dan dien jij naar mij te luisteren en niet te denken van, nou, jij vindt het misschien geen goed idee, maar dan vraag ik het wel aan Joris de Cloris. En die is zo geil op mijn moeder, dus die doet alles. Ook voor mij. Maar kortom, het ging tussen mij en mijn dochter niet echt super fantastisch geweldig. Maar dan nog, dat... uiteindelijk, het blijft je kind. Nou, en wat wil nou de situatie? Het is dat ik begin dit jaar. Toen ik nog in de kroeg kwam en daar ontmoette ik twee mannen. En die, die ene die is spastisch. Dus en die, die, hij kan niet lopen. Hij kan een beetje staan, maar hij heeft het gehad. En die andere die heeft iets, dat weet ik niet. Maar dat schijnt ook niet zo tof te zijn. En die zitten dus. Die zijn afhankelijk van de zorg. Ze zijn geestelijk helemaal oké. Okay, maar lichamelijk is het niet uh, je dat. En toen zei ik dus tegen die mannen. Van, nou, ik wil in de zorg gaan werken. Ik wil. Dein, uh, ik had geen zin meer om commercieel uh, te programmeren. zoals ik het toen deed. Uh, zo moet ik maar zeggen. Ik, ik wil mijn basisinkomen. op een andere manier vergaren. En dan niet fulltime, want dan, dan slokt zo'n baan je helemaal op. Dat wilde ik niet. Maar parttime. En dan maar heel zuinig gaan leven. En dat is precies, dat is gelukt. Dat heb ik momenteel. Ik heb een part-time baan, daar kan ik prima van rondkomen. Kan ik de belastingdienst ook nog mee afbetalen? Die zullen dus ook wel blij zijn in Apeldoorn. Eindelijk een burger die wat betaalt. God, wat zullen die jongens en meisjes blij mee zijn bij mij? Zeg. Maar wat wil nou... Ik heb dat dus gedaan en die jongens zeiden van... Nou, dan moet je die en die organisatie moet je maar bellen... want daar zitten wij dan ook bij. En die nemen die mensen aan. Nou, daar heb ik allemaal netjes naar geluisterd. En inmiddels zit ik dus in de business. Nou, mijn dochter... die zit in dezelfde business. Maar daar heb ik toen helemaal niet over nagedacht. Toen ik in de kroeg, uh, hè, lekker met een blootje en een glas uh, van die zure rode wijn. Uh, en die jongens lekker aan het bier en ook lekker blowen, Slap ouwe oer, uh, En ik zei: ik wil in de zorg gaan werken. En, uh, toen dacht ik er allemaal niet over na. Maar nu, hè, de relatie tussen mij en mijn dochter is. Uh, 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 ja, hakketakken puff puf Gaat heel leuk. En. Zij op haar werk. Zij loopt stage nu. Maar dat is toch werken. En. Ja, zij zit dus ook met LVB. Licht verstandelijk beperkt. En dat heb ik ook. En ik heb ook EMB. En, en zij weet dus wat EMB is. De, door haar opleiding en alles. Dus, en ik heb me dat helemaal nooit gerealiseerd tot nu. En dat mijn dochter. Je zou kunnen zeggen, want dat hele vele drinken van mij, dat maakte mij ook nogal onbereikbaar voor mijn kind. En dat ze ook wist, van ja, ik weet echt niet wat ik aan mijn vader heb. En nu werk ik in dezelfde branche als zij. Ja, dat schept dan weer een band. En daar ben ik heel blij mee. En dan kan je zeggen, dat is toevallig. En ik zeg, waarom zou dat toevallig zijn? Waarom denk je dat? Nou, goed beschouwend kan je stellen dat alles dat er is. Het is helemaal geen toeval. Het is moeilijk om het te voorspellen. En. Het voorspellen van gebeurtenissen, dat ja, het, het probleem is, uh, het het kan wel. En daarmee bedoel ik uh, dingen als uh, ja, Pocus pas. En dat zou ik niet doen. Niet omdat het niet werkt, maar ik zou het niet doen omdat het wel werkt en je weet niet wat je over jezelf afroept. Daarom zou ik het niet doen. Ik heb het meegemaakt dat het werkte en dat was geen toeval. En ik had toen al van tevoren gezegd... Nou, ik had toch gezegd tegen de mensen die dat dus wilden gaan doen... dat ik zei, uh, ik zou het als ik jullie was niet gaan doen. Kijk, en mijn ding uh, voor het leven... Uh, dat is de Bijbel. En... de Bijbel zegt dat je het niet moet doen. Dus de Bijbel erkent het ook... Dat het fenomeen in de toekomst kijken en dat soort dingen. Dat bestaat wel, maar je moet het niet doen. Dat is niet de bedoeling. Je wordt er niet blij en gelukkig van. Het maakt je geen completer mens. De grens op dat gebied vind ik de I Ching. Het... Chinese orakel. En ik vind het de grens omdat de I-Ching uitsluitend positief is. En lekker vaag. Het is niet echt voor meerdere interpretaties uh, vatbaar. Het is in die zin wel heel concreet. En de, de vertaling naar de werkelijkheid, ja, daarin kan je lekker gaan fantaseren. En dat vind ik de grens. En een kaartje leggen. Dat zou ik niet doen. Zelfs tarotkaarten vind ik op de grens. Je weet niet wat je oproept, joh. Dus ja, kijk, het leven is geen toeval. En achter het leven. zit een wilskracht. of een wil, moet ik zeggen. Het is een wil tot macht. Die zit achter de hele boel. Die jakkert de hele boel aan. En die heeft de mens neergezet. ...naar zijn gelijkenis. Als de crème de la crème. En de mens is bij uitstek... Uh, een... De mens geeft bij uitstek uiting aan zijn wil... Daarin lijken wij het meest op die basiswil, die de enige wil is, by the way. Er is dus maar één wil. En ik gebruik nu de term wil, dat is de term die door Arthur Schopenhauer, de Duitse schrijver, is geïntroduceerd in het begin van de 19e eeuw. En dat is de verfijning van het begrip Ding aan zichzelf van Immanuel Kant. En het begrip wil is alleen maar een wil als die tot macht komt. Dus de wil tot macht. Die observatie is gedaan door Friedrich Nietzsche. En die observatie is naar mijn idee correct. Een wil die niet tot macht komt is uh, slap, Niks. Niet. Is niks. De moeder van mijn kind, die zei toen ik haar net leerde kennen, dat zij graag wilde om oude meubeltjes van bejaarde mensen die naar het bejaardentehuis gaan. En dan blijven die meubeltjes over en dan die meubeltjes verzamelen en die meubeltjes stuk voor stuk gaan opknappen en dan voor een leuk bedragje verkopen aan particulieren. En... Ja, ik heb nog wel eens tegen haar gezegd van dat het een goed idee was om in de buurt waar wij woonden op zoek te gaan naar een lege garage of een kelder. En daar dan ja, te beginnen. Ja, want als je meubeltjes op wil knappen, dan heb je een ruimte nodig waar je ze in eerste instantie op kan slaan. En waar je elektra hebt en lampen hebt uh, voor licht. En nou, je hebt een koelkastje nodig uh, voor je, eh, als je de uur aan het werk bent. En een, uh, een waterkoker. Nou, er moet ook een toilet in de buurt zijn. Nou, dat soort dingen. Dus dan moet je ergens met dat soort dingen moet je gaan beginnen. En dan voor je verjaardag en voor de Sinterklaas en voor de kerst of wanneer mensen maar wat willen geven... En dan heb jij een heel lijstje met allerlei dingen die je nog wil. Ja. Een set met beitels, en een, een schropzaag, en een figuurzaag. En zeg maar. Dat is, is een ding ook weer, een bankschroef. Dat is ook wel heel handig. Maar ja, een bankschroef heb je ook weer een werkbank voor nodig. Nou, een werkbank, hoe kom je eraan? Moet je zelf maken. Is allemaal veel werk. En dat, nou, dan moet je stapje voor stapje op gaan bouwen. Dat nou, deed ze helemaal niet. Ze deed helemaal de eerste stap niet zetten. Ze ging niet eens op zoek naar een ruimte. En toen nou, de tijd ging voorbij. En de tijd ging voorbij. En toen ging ze tegen mij zeggen: Van ja, door jou. Uh, is het gekomen dat het hele meubeltjes opknappen verhaal van mij... Uh, niet van de grond is gekomen. Jij hebt mij tegengehouden en tegengewerkt. En... en ik dacht van nee, ik heb je helemaal niet tegengehouden... want je hebt namelijk niks gedaan. En iemand die niks doet, die kan je ook niet tegenhouden. Je kan hooguit zeggen, je had geen tijd. Maar ja, dat komt... Uh, jij wilde zo graag een baan terwijl je ook een kind hebt en die baan was helemaal niet nodig, maar die wilde juist zo graag, uh, lekker de stoere baan uh, vrouw uithangen. En je had ook nog een hele schare met vriendinnen, maar die waren dan als uh, een man geboren in een mannenlichaam, dus dat waren dan heteroseksuele vriendinnen. Ik weet niet hoe je dat noemt. Hoe heet dat eigenlijk? Dus je hebt een vriendin, dat noem je dan. Ze noemden dat die mensen, noemden ze mijn vriendinnen maar dat zijn dan heteroseksuele mannen. Ja, dat is ook een beetje transgender. Nog niet echt benoemd dacht ik in de DSM wat dat dan weer is. Maar ja, en daarom moesten dan heel veel. Ja, maandagavond was ze zonder meer de deur uit. Dinsdagavond was ze altijd back af, Woensdagavond was ze weg. Donderdagavond ging ze aan de telefoon met die vriendinnen. ...vrijdagavond ging ze weer de deur uit... Uh, ...zaterdagavond was ze weer bijkomen... ...en zondagmiddag, avond of zaterdag... ...was er ook wel, wel... ...altijd wel een vriendin... ...dat is een heteroseksuele man... ...maar ik weet dus niet hoe je dat noemt... Maar de... ...hoe noem je dat nou? Je bent de vriendin van een vrouw... ...maar je bent een heteroseksuele man... ...zelf, dus je hebt een penis... ...met ballen en borsthaar... ...en je valt ook alleen maar op vrouwen... ...maar die vrouw... ...die noemt jou haar vriendin... En jij vindt dat wel best. Wat voor soort man ben je dan? Dat weet ik ook niet. Maar je bent in ieder geval niet een normale man, neem ik aan. Ik zou het niet pikken dat een vrouw mij haar vriendin noemt. Ik zou me ernstig beledigd voelen. Slapjanus is misschien het goede woord. Kijk, en als je zoveel tijd allemaal aan die dingen besteedt. Ja, wanneer wil je dan meubeltjes op gaan knappen? Ik wil maar zeggen, dat is dus geen wil. Want een wil die komt tot macht. En de wil die deze wereld gewild heeft, dat is een geweldige wil. Kijk maar naar de wereld. Dat is niet even niks. Die zon die is gewild, die maan die is gewild, die aarde is gewild, die krokodillen, die olifanten, die giraffes. Zeg maar. Een goede vraag aan jou. Die, die Jordan Peterson, dat is dus een atheïst. Die gelooft dat alles is toeval. Nou, het atheïsme heeft natuurlijk ook iets te zeggen over ontologie. Dat is een heel mooi woord. En dat gaat erom de. Betekent eigenlijk ontstaansleer of zijnsleer. Waar komt alles vandaan? Waar is alles op gebaseerd? Nou, voor mij is dat simpel. Als je mij vraagt, waar komt de wereld en de zon en de maan en alles vandaan? Dan zeg ik, nou, dat was de wil die de wil is. En die wil, die noemen wij God. Dus voor mij is dat duidelijk. God is de willende... En als God spreekt, tussen aanhalingstekens, als hij spreekt, dan gebeurt het. Zijn woord is creatie. Dus niet dat creatie, tussen aanhalingstekens, zijn woord is, maar zijn woord creëert. Ik heb een plant hier in mijn woning en die groeit helemaal tegen de klippen op. Nadat hij jarenlang uh, bijna weggekwijnd heeft gestaan en ik zat hier beneden alcohol te tanken en die plant, die, uh, die had, ja die, die was, ja, die bleef in leven. Nou, dan ben ik dus begin dit jaar, vorig jaar inmiddels, ben ik dan gestopt met uh, die alcoholconsumptie. Allemaal heel blij, helemaal geen drama, geen toestanden, meer in de zin van nou, hebben we weer gehad, we gaan nou wat anders doen. Heb ik die plant boven van de kast gehaald, van boven de kast gehaald en nekjes op de tafel gezet, ze hebben naar hem gekeken. Maar ze hebben een mooie pot gegeven, denk wie we hebben een mooi potje, mooier, beter potje verdiend. Iets wat beter bij je past. Lekkere verse aarde eromheen. En dat plantje dat beantwoordde onmiddellijk aan al mijn handelen. En dan ging het oh, oh nee, oh nee, daar gaan, nee, gaan we nu weer. En dan ging groeien, jongen. Dat is zo erg dat ik twee weken terug, nou, iets langer, ben ik naar de intratuin hier in Arnhem geweest. Op een vrijdagochtend, het was lekker rustig daar. En heb ik een, een nieuwe pot gekocht voor mijn plant. Want de pot van, nou, toch een pot van 25 cent. Nou, 25 centimeter diameter was die pot. Die was te klein. Dus een pot gehaald van, nou, wat is die? 30, bijna 40 centimeter diameter. Dan kan die weer even vooruit. En die plant die staat er nou een paar weken in, in zijn nieuwe pot. Uh, die, die is maar het groeien, jongen. Terwijl we midden in de winter zitten. Ja, kijk. Dat is het woord van God. Dat is Zijn woord die dat gemaakt heeft. En die plant, is dat toevallig dat het in mijn woning staat? Nee, natuurlijk niet. Want ik ken die plant. Ik weet precies hoe die plant ingroeit tegen wat van omstandigheid dan ook. Het is een onogelijke plant. Vaak als je hem ziet, dan denk ik, ja, het is gewoon een sprietenplant. Het is meer niet. Er komen sprieten uit. Maar als je goed oplet, en dan komen er af en toe komen er geen nieuwe sprieten, maar dan komt er een soort stengel. En ik heb al gezien, daar heb ik ook een foto van gemaakt, dus ik heb het bewijs. Er komen er bloemetjes aan. Ja, dat, dat zal je bijna niet geloven, maar het is nog een geslachtelijke plant ook. Met bloemetjes. Hoe is het een transgender plant? Ja, het is dus een plant die is er in principe. Ja, als, je hem in, als je hem in stukken scheurt, heb je twee planten. Zo is het ook begonnen. Door Wim, mijn vriend Wim, die heeft, was in de kroeg. Die plant die stond boven op een uh, gokkast. Weg te kwijnen en vol te houden, dus, want zo is die plant. En ik keek naar die plant en ik zei tegen Wim: Ik wil een stekje van die plant. Oh, zei Wim, is dat zo? Nou, die schuift zijn stoel naar achteren, zet die stoel naast die gokkast, gaat bovenop die stoel staan, scheurt een stuk van die plant af. Hij loopt naar de bar en hij vraagt om een servetje. En hij krijgt een servetje, hij draait het servetje om de, de wortelpartij heen en dan zegt, alsjeblieft. Zo is het begonnen. En die plant. Als je hem nu ziet... Jong, 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 jong. Hij is 60, 70 centimeter in diameter. Allemaal van die hele mooie, lange sprieten zo. Prachtig. En dan er zit een stengel in. Daar heb ik al vier kleine plantjes van afgehaald. Eentje daarvan is naar Wim gegaan. Die wilde hem ook wel. Ik zei, nou, krijg je van mij een mooi potje... En Wim helemaal blij. Hij zei, oh, dat potje ook. Zie jongen. Ja, Wim heeft ook dingen voor mij gedaan. Dus hier heb jij een mooi plantje. Met potje. Een mooi potje en een leuke schotel eronder. Hup, alles in één. Lekker klaar. Nou, je kan ook wel alleen een stekje geven, maar ik denk, dat doe ik niet. En die andere drie kleintjes die ik heb, die staan hier in een, in een potje. En die zijn van mijn dochter. Die heeft al een, een stekje van mij gehad voor een andere plant. En deze heb ik dan nog een tijdje hier. En ik zei tegen haar: We wachten even op het voorjaar en dan krijg je deze ook. Waarom eigenlijk, weet ik niet. Maar ze heeft zo'n klein kamertje. En ik denk: laat hem even hier staan. Ik weet dat ze niet veel ruimte heeft. Zat er ook geen moeite mee. Ik wil maar zeggen: dit is geen toeval. Het is die wilskracht van die plant die mij aanspreekt. En omdat die wilskracht mij aanspreekt, heb ik die plant met die wilskracht in mijn woning. En omdat die wilskracht van die plant mij aanspreekt, ga ik die plant uiteindelijk de zorg geven waar die plant dan helemaal wild van gaat. Maar dat is geen toeval. Het hoort allemaal zo te zijn. En dat hoort allemaal zo te zijn op dat allerkleinste niveau en ook op dat macroniveau. Want iemand als Jordan Peterson met zijn atheïsme heeft een ernstig probleem met het leed der mensheid. Maar hoe moet hij mensen verkopen dat ze zoveel leed te verwerken krijgen? Ja, voor mij is het simpel. Het leed komt door Babylon. En Babylon is de ziekte die de mensheid krijgt als in het woord van God minachten. En dan begint de ellende. En dat is al millennia lang bekend. Dat staat in de Bijbel. En dat er een wil is die achter de wereld zit, dat ligt vast. Dat, die discussie is over. Voorafgaand aan het begrip de wil van Schopenhauer, had je het ding aan zichzelf van Immanuel Kant. Bij leven van Kant. Sinds de publicatie van zijn boek. Dus uh, 1781 is dat boek uitgekomen. De kritiek der, der reinen vernunft De kritiek van de zuivere reden. Of de kritiek van het zuivere verstand. Nou, nadat dat boek gepubliceerd is... heeft Kant nog 30 of 40 jaar geleefd. Schat ik zo'n beetje. weet Niet eens precies, ook niet belangrijk. Maar in die tijd dat Kant nog leefde... Zijn er naar aanleiding van dat boek. 500 kritieken geschreven? Kant zou het allemaal niet goed snappen, vond men. Al die boeken. met hun kritieken op Immanuel Kant. die bestaan niet meer. Die, die zijn uh, gebruikt voor. Ja, maar ze, niemand weet meer hoe de auteurs heten, de titels. Niemand weet meer wat de these was. Ze zijn vergeten. Jammer dat ze zijn geschreven. Jammer dat ze zijn uh, gezet. De, de drukker moet toch zetten. Hè? Al die lettertjes zijn ook nog gezet op al die letterbalkjes. Jammer dat ze zijn gedrukt. Jammer dat ze zijn ingebonden. Jammer dat ze zijn verspreid. En jammer dat ze zijn gelezen. Want het had helemaal geen enkele zin. De kritiek der Reinen Vernoemd, de inhoud van dat boek... Over de vorm kunnen we discussiëren. Maar de inhoud van dat boek, de boodschap, de waarheid van dat boek, die staat. En we zijn nu 240 jaar verder. En er is uh, geen schijn... Van een mogelijkheid dat er momenteel iemand bezig is om de kritiek de Ruine Vernoemd alsnog te gaan weerleggen na 240 jaar. Echt niet. Dat betekent dat wij dat te accepteren hebben. En dat op basis van de kritiek de Ruine Vernoemd de Schopenhauer eraan komt. Met zijn verfijning en het begrip DAS vervangt door het begrip de wil. Dat hebben wij ook te accepteren. En vervolgens hebben wij te accepteren is dat datgene wat die beide Duitse auteurs zeggen, dat dat correspondeert met de inhoud van de Bijbel. En ik, ik wil nooit meer iemand horen over of God nou wel of niet bestaat. Ik vind dat iedereen die die vraag nog stelt, heden ten dagen. Uh, ik vind dat het in de DSM moet komen. Dat het een, een afwijking is, net als uh, pleinvrees. Of angorafobie. <laughs> Fazenangst. <laughs> Het ja, is weer. arachnofobie, dat is spinnenangst. Angora en Angor is zo'n zo vaas waar ze wijn doen. <laughs> arachnofobie is spinnenangst. Metathesiophobie is veranderingsangst. Het zijn afwijkingen, en die staan allemaal in de DSM. En het, mensen die dus de zin uiten, bestaat God of... Uh, iets willen gaan zeggen over het bestaan van God. Of Jordan Peterson met zijn idee. Het idee van God. Het is belachelijk. God. De God van de Bijbel. Staat gelijk aan de moderne. Nou. De God van de Bijbel staat gelijk aan het woord. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Er was een identiteit tussen God en het woord. Het woord was God. God was het woord. Dus als je zegt: bestaat God? Dan vraag jij dus af: bestaat het woord? Nou, iemand die dus zich afvraagt of het woord bestaat en niet in de gaten heeft. Dat hij, terwijl hij zich dat afvraagt, dat hij gebruik maakt van het woord. Die, dat is, dat is, een, die, is, die is verstandelijk beperkt. Heel ernstig. Die mensen, die, die, die hebben uh, met, met de hoogst mogelijke grote spoed geestelijke bijstand nodig. En dan wil ik dan iemand die putjeschepper is of een elektrotechnicus of een vermoeide huisvrouw met zes kinderen. Die wil ik dan voorlopig wel even zeggen, nou ja, die hebben er misschien geen tijd voor gehad. Om erover na te denken, maar iemand als Jordan Peterson. Die anno 2019 zich afvraagt. Uh, wat zei hij nou hier? Dat is echt te gek voor woorden. Wat zegt hij dan hier? Hij zegt hier: Hebben wij het woord nodig om zin te geven aan het leven. Nee, natuurlijk niet, Jordan. Nee, je hebt allemaal het woord niet nodig. Ben jij gek? Je doet het lekker met gebarentaal. Maar gebarentaal is ook woord, of niet? Wat, waar heeft Jordan Petersen het over? Hebben we het woord nodig om betekenis te geven, bedoeling te geven aan het leven? Nee, natuurlijk niet. Nee, je hebt het woord niet nodig hoor. Snap je, Jordan Petersen? Die, die man, die, die heeft hulp nodig. Er moet een inzamelingsactie komen hier in Nederland. En dan neem je maar iemand als ik. Desnoods doe ik het zelf wel. Alhoewel ik, ja, ik word tegenwoordig geacht om toiletten schoon te houden. Maar misschien dat ik kan overleggen. En dan ga ik naar hem toe of we doen het via Skype. En dan ga ik die man uit de droom helpen. Uit zijn dogmatische sluier. En dat ik ga Jordan Pietersen uitleggen dat als hij zich dingen afvraagt, dat hij daarmee bewijst dat het woord is. Dat elke emotie, elke gedachte van Jordan Petersen zelf dat is een woord. Dus op het moment dat Jordan Peterson zichzelf afvraagt, bestaat het woord bestaan, dan, dan is hij gek aan het denken. En ik ben niet iemand die zegt in zo'n geval, van, nou, dan moet je maar uh, uh, bisphenol B gaan slikken drie keer per dag. Ik, ik geloof niet in medicamenten op dat terrein. Maar je zou er wel aan gaan denken. En dat iemand op zijn niveau. Professor in de psychodingense uh, psycho kunde. Ik laat even een pauze vallen, maar dit kan toch niet mensen? Goed snappen dat de God van de Bijbel, die staat dus gelijk aan het, aan het woord de logos. Dus in den beginnen schiep het woord hemel en aarde. Zo moet je die Genesis 1 lezen. Je kan Genesis 1 ook lezen als in den beginnen schiep de wil hemel en aarde. Zo moet je de Bijbel lezen. En de Bijbel zegt dat de wil het woord God dus, dat die een actieve houding heeft en zelfs ingrijpt in deze materiële wereld. Nou, en daar kom je aan een hekelpunt. Want is dat ook zo? Hebben we daar de bewijzen van? Wanneer is dat dan gebeurd? En het moeilijke is dat mensen die dan zeggen dat dat gebeurd is... dat die mensen heel erg makkelijk te ridiculiseren zijn. Want dan ga je dingen zeggen van... Uh, ja, dat en dat gebeurt en dat is geen toeval. En dan kan iedereen zeggen, hoezo is dat geen toeval? Kan je dat bewijzen dan, dat het geen toeval was... He? dus daarom is het heel moeilijk om vol te houden dat sommige dingen in jouw leven geen toeval waren. Nou, en ik heb je net geholpen door je uit te leggen dat het niet eens een vraag is of bepaalde dingen geen toeval zijn. Het feit is dat alles wat er is, en het feit dat jij ziet dat alles er is, dat is geen toeval. En waarom de rest dan wel? En dan uh, Jordan Peterson met zijn atheïsme... dat hij dan mensen wil helpen om een... Ja, zo'n een leven te leiden met zo min mogelijk leed. Dus een leedvermijdend gedrag. En daar stelt hij dan twaalf regels voor op. Van hou je nou maar hier aan... dan loop je de minste kans op mieter in je leven. En ik vind dat een verkeerde houding. Ik vind dat geen goed advies naar mensen toe. Ik vind... Dat een mens moet leven dusdanig dat dat God behaagt. Ik wil. Ja, of ik wil. Het maakt mij eigenlijk geen donder uit wat een ander doet met zijn leven. Ik vind dat ik daar niks over te vertellen heb namelijk. Ik ga graag om met mensen die eerlijk zijn, die ingrijpen, uh, die mij vertellen hoe het is, die mij niet sparen in hun woord. En ik maak mij, als, het, als ik het heb over mijn leven heb ik maar één vrees en dat is dat ik het verpruts. Meer niet. Kijk, ja, ik heb een huwelijk achter de rug en uh, you believe me, uh, dat was uh uh, ...echt niet leuk. Maar klaag ik erover? Ja, maf. Ik heb, uh, ik heb lekker al mijn frustratie van me afgesopen. En ik wil niemand aan het suipen zetten. Echt uh, mijn bedoeling niet. Uh, ik kan je vertellen, het was een uh, heerlijke tijd. Man, wat heb ik gelachen? Ik heb er echt geen seconde spijt van. Dat is zo'n absoluut belachelijk idee. Ja, want wat slaat het op? S'morgens vroeg wakker worden. En dan moet je weten, hier in mijn kamer. Ik heb dus uh, een werkbank gemaakt. Daar staat mijn laptop op en mijn scanner en, uh, en mijn printer. En, en, en van allerlei meuk. Het is allemaal netjes georganiseerd hoor. En mijn kabeltjes, klopt allemaal. En in die dagen stond het dus nou, niet helemaal vol met lege bierblikken, want zo ben ik dan ook weer niet. Maar dan zit je zo'n avondje lekker door te tanken en je wordt zo enorm bezig gehouden door dat Netflix... ...dat je geen tijd hebt om met die lege bierblikjes naar de keuken te lopen. En trouwens, die zakken die daar staan, die zitten helemaal vol met lege bierblikjes. Dus eh, laat me even staan, weet je wel. En dan word je eens morgens wakker en denk je... Klop, klop. Oh, hier zit nog een beetje in. En dan ben je gelijk een beetje blij, hè? Dan denk je nou, maar dit is een goed begin van de dag. Ik heb nog een halve... Wauw. En dan begin van de dag, is dan uh, half elf s morgens of zo. Dan denk je nou, dat is mooi zo. Dan, uh, als ik nou niet gelijk als een wilde begint te suipen... dan heb ik die halve, halve, halve liter bier. Heb ik dan op en is het al uh, tien voor twaalf. Nou, en nu een uurtje over een halve, uh, halve liter bier. Nou, dat kan makkelijk, zeker s'morgens vroeg. Check je erbij? Voor mij heb ik gelijk al een beetje wiet erin. Wat maakt het uit? Ik had er zo ongelooflijk de P in. <laughs> ik had van nou, nou ben ik aan de beurt en dit is mijn vakantie. Ja. Dat was de wil. ze zeggen, dat is mijn wil. Op dat moment. En daardoor allemaal dingen kwijtgeraakt. En, ja. Vooral geld. Maar ja, geld interesseert me ook helemaal niet. En zoals het er nou uitziet, heb ik dus een vaste baan. En ik heb al tegen die manager gezegd: van ja, dit is me allemaal eigenlijk een beetje te veel van het goede. Maar ja, ik. Ja, laat maar doen. <laughs> Schandalig. <laughs> oh, oh, oh. Dus, ja, straks heeft meneer een. Uh... Ja. Voor het eerst in mijn leven een serieus arbeidscontract. Dat heb ik nog nooit gehad. Hè? Ik ben 60, moet je nagaan. Dan heb ik een officieel arbeidscontract en een vaste locatie. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk om te doen. Maar wel 26 uur in de week en daar zit ik toch een beetje mee. Ja. Dus ik, ik ga hem ook zeggen hoor, als ik ga tekenen. Ik zeg, ik teken nu wel, want ik heb gezegd dat ik ja zou zeggen. En nou, ik hou me aan mijn woord en zeg ik erbij, het is niet mijn wil. Ik wil minder. Ik vind 20 uur in de week, vind ik net leuk. Ja, goed, daar komen we dan wel weer uit. Eigenlijk vind ik 18 uur in de week net leuk. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Eerst maar eens dit doen. En ik weet, dat voel ik dan. Ik voel dat dat wat ik gedaan heb, hoe belachelijk dat ook maar mag zijn in de ogen van andere mensen. Ik voel dat het goed is. Ik voel dat het passend is. En ik, ik weet mij geborgen in de ja in de aandacht van uh, de uh, van de wil van het woord van de enige levende God. Ook al is het morgen afgelopen, maakt me echt geen donder uit. Ik begrijp het boek Job, bijvoorbeeld. Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen zeggen, denk ik. Maar ik begrijp hem. Ik snap hem helemaal. Ik begrijp dat het zo zit. Oh, Piggy, maar wat, uh, wat begreep je dan? <laughs> ja, dat ga ik nou niet uitleggen. Dat zou ik ook jammer vinden. Ik vind dat je zelf het boekje op moet gaan lezen. Eerst. Want dat je zelf moet gaan verzinnen wat daar staat. En ik vind dat je. Ja, dat is eigenlijk... Nu ga ik afronden hoor. Uh... Kijk, wij weten zeker dat de wereld. En het... de wereld die jij kan waarnemen. En daar zijn dus twee dingen voor nodig, namelijk jij die kan waarnemen en datgene wat te waarnemen is. Dus twee dingen zijn er. Nou, het feit dat dat er is, dat komt door de wil. Dat is de correcte term. De wil. De ene en ondeelbare wil. Die heeft dat veroorzaakt. Dat staat. Logisch gesproken, vast, discussie gesloten. Je bent absoluut belachelijk als je heden ten dagen denkt dat je daar een alternatief voor hebt. Uh, Friedrich Nietzsche was de enige die daar een kritiek op heeft kunnen hebben. En die heeft gezegd: van Ja, die wil, dat is een wil tot macht, en anders is het geen wil. Dus die heeft het nog. Maar uh, ja, die, die heeft er alleen maar een schepje bovenop gedaan. Maar dat is de logische waarheid en die heb jij te accepteren. Ik ook. En ik heb hem geaccepteerd, dus waarom jij niet? Nou, dan blijft er nog over dat dit verhaal dat correspondeert met de inhoud van de Bijbel als we het hebben over het fenomeen God. En dan is de enige vraag: is de Bijbel geschreven door het Woord? Is dat zo? Is de Bijbel het woord van het woord? Is de Bijbel het woord van de wil? Nou, een van de opmerkelijkste aanwijzingen dat dat het geval is, staat in het Boek Openbaring. Waarin gesproken wordt over 666, het getal van het beest. En dat ga ik nu niet meer bespreken. Maar jij gaat, of je hebt het al gezien, en als je dat niet hebt gezien, dan ga je dat nu doen. Heb je dat is goed begrepen? Dan kom ik achter je aan, dan? Het nee, is echt een hele goede uitzending. Dat is nieuwsuitzending 666. Dus ik ga hem even... Zal ik Opera pakken? Dan geef ik eens de... Opera. Nee, ik stel dat niet toe. En dan ga ik incognito. Dat kan toch? Ja. En dan typ ik in. Nieuws. N-I-E-U-W-S. En dan drie keer zes. Eén, twee, Kijken wat er gebeurt. Ja. Hoppakee. Ik heb uh, drie hits. De bovenste drie, alle drie van mij. De een is op Bitshoot, de andere is op Reddit. En de derde die is van mijn eigen. Die staat op YouTube. Nieuws 666 aan elkaar geschreven. Kijk, dit noem ik dan search engine optimization. Is het toevallig dat je dit zo makkelijk kan vinden? Wat denk je nou zelf? Nee, natuurlijk is dat niet toevallig. Je typt alleen maar in nieuws op zijn Nederlands, dan 3x6. Nou, dan heb je hem. Probeer dat maar eens met uh, appeltaart met slagroom. Dan kom je toch echt niet op dat filmpje van jou, of wel? Ja, maar hier leg ik het in uit. Dat is een heel bijzonder aspect van de Bijbel. Er zitten in de Bijbel bepaalde stukjes die zijn ja, te gek voor woorden. Dat moet het woord zijn van het woord. Dat is wat ik vind. En jij mag er anders over nadenken. Tuurlijk. Verval niet tot het atheïsme. Het accepteren dat de Bijbel het woord van het woord is, het woord van God is. Geef jou een, voor 8,95 euro, dat kost een ding tegenwoordig. Heb je een King James? Daar zou ik dan voor gaan: hè? King James-vertaling of de Statenvertaling. Anderen niet doen, niet, niet aan het beginnen. Daar heb je niet nodig. Een King James kopje voor 8,95 euro. Snap je? Nou. Dan zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers: tjus en dag lieverds.